Nou, ik ben Mark Tevreden, ik studeer aan de HKU, Hogeschool voor de Kunst Utrecht. En daar hebben wij voor Born Digital, een Utrechtse kunstenaarscollectief, een interactieve vloerprojectie ontworpen en gebouwd. Hallo, ik ben Mark en ik sta hier namens Studio LF. Studio LF is een team van 12 studenten van de HKU. En wij hebben een opdracht van de HKU en Born Digital. Born Digital is een elektronisch kunstenaarscollectief uit Utrecht. Hebben wij voor hun een vloerprojectie ontworpen voor het Freemode Festival. En dit omdat Born Digital van mening is dat de toepassingen van gevelprojecties, mediafacades, allerlei soorten projecties en dat soort media, vooral worden gezocht in het passieve vlak. En zij zijn tegelijkertijd van mening dat op het moment dat je dit interactief maakt, je toeschouwers niet alleen kunt activeren, maar ook kunt transformeren tot een gebruiker. En om dit te bewerkstelligen hebben wij dus een vloerprojectie gemaakt die een combinatie van video, audio en game design is, genaamd Alt 30. En in de praktijk betekent dit dat we een speelplaatsachtige omgeving hebben gecreëerd die gebruikers in staat stelt om audiovisuele composities te maken aan de hand van hun positie en beweging binnen in de installatie. En moet je dus voorstellen dat we het hier hebben over een installatie van 8 bij 8 meter, dus het is redelijk groot. Klinkt misschien een beetje vaag en dat is het ook, maar daarom zal ik het even uitleggen wat het precies inhoudt. Op het moment dat je een ruimte binnenkomt waar de installatie staat, staat in het midden van de vloer, is een driehoek. Op het moment dat jij in de buurt, dicht genoeg in de buurt bent van die driehoek, vormen zich twee nieuwe lijnen en vormt zich een driehoek tussen jou en de al reeds bestaande driehoek. Daarbinnenin ontstaan weer visuals. En op het moment dat jij als speler vervolgens beweegt, dan past die driehoek zich daarop aan. En hij kan worden opgerekt naarmate er meer spanning op komt te staan. En dit kan dan een eventueel knappen tot gevolg hebben, wat weer tot gevolg heeft dat driehoeken die aan jou vastzitten ook weer uit elkaar zullen knappen. Nou, binnen die driehoek heb je dus die visuals en op het moment dat jij bijvoorbeeld naar achteren loopt, waardoor de driehoek groter wordt, dan zullen de visuals die erin zijn ook weer rijker en groter worden. En dat is dan helemaal visueel, maar het heeft ook een auditieve component. De middelste driehoek die straalt elke zoveel seconden een puls uit. En als die puls een speler raakt, dan klinkt er een audiofragment. En dit audiofragment dat is dan voor elke speler uniek. En dat wordt vervolgens ook weer aangepast naarmate er meer rek op een van die lijnen wordt uitgeoefend. Dus door heen en weer te bewegen kun je het audiofragment ook weer aanpassen. Nou, en zo kunnen spelers dus composities maken, maar ook, wat nog veel belangrijker is dat spelers eigenlijk gedwongen worden om hun eigen regels en doelen te verzinnen. Omdat, als je eenmaal een driehoek hebt gemaakt en andere mensen zitten aan je vast, word je gedwongen om te communiceren met je andere spelers, met je medespelers. Want doe je dit niet, of nou ja, je wordt in ieder geval gedwongen om hun aanwezigheid in de installatie op te merken en de implicaties die daarom vastzitten, om die door te hebben. Want als jij beweegt, worden andere spelers gedwongen om mee te bewegen, omdat anders de compositie uit elkaar zal knappen. Als je dat geen probleem vindt, kan dat natuurlijk ook. En dat is meteen het hele punt, omdat de manier van gebruik is voor elke gebruiker is anders. En die is ook heel erg aan verandering onderhevig, wat ervoor zorgt dat elke nieuwe speler een totaal nieuwe ervaring oplevert. En dit wordt vervolgens dan ook weer gefaciliteerd, doordat gebruikers voor ze de installatie instappen, niets wordt verteld. Men moet zelf een bijna kinderlijke nieuwsgierigheid tentoonspreiden om erachter te komen wat de grenzen zijn van de installatie, wanneer het kapot gaat, wat je ermee kan doen en wat de uiteindelijke betekenis van het hele verhaal is. Dus. Dankjewel. Indrukwekkend. Dank je. Ja. Wel, hebben jullie dat getest? We hebben het gemaakt. Het heeft op het festival gestaan. Het heeft op het festival gestaan, ja. En de ervaringen waren ook zo. Dat ja. Want
ik had de indruk, ik heb het zelf niet mogen meemaken helaas, maar dat het even tijd kost en voordat je door hebt wat er speelt. Dat dan voldoet aan jullie doelstelling. Maar. Ja, maar dat was ook deel van het ontwerp, dat je als gebruiker eigenlijk niet meteen door had wat je moest doen. En dat het dus even duurt voordat je door hebt wat je kunt doen, dat je die regels leert. En dat is eigenlijk het niveau van één speler. Maar op het moment dat jij door hebt wat er gebeurt en er komt een andere speler bij, of er zijn al andere spelers, dan komt daar weer een laag bovenop, namelijk die van het samenspelen met andere personen. En dan zijn daar weer nieuwe regels aan verbonden en ben je daar weer mee bezig om dat uit te zoeken. En wat we dan heel erg hebben opgemerkt is dat op het moment dat mensen ermee bezig zijn, ze er vooral hun eigen betekenis in gaan stoppen. Dus het heeft die hele basic regels, maar ik heb mensen het een muziekinstrument horen noemen. Het was een speeltuin, het was een dansvloer, heb ik het ook nog horen noemen. Het was ook een touchscreen, waar dat ze dat idee vandaan haalden wist ik ook niet. Maar het is heel erg, mensen leggen er heel erg hun eigen betekenis in. Kan het ook op andere plekken dan een festival? Kan het op station NS, als die treinen het weer eens niet doen? Ja, makkelijk. En zou je daar ook weer zeg maar, andere toepassingen, zou je het kunnen labelen voor een merk? Zeeman of zo? Ja, dat zou kunnen. We hebben op het festival zelf is er wel contact met ons gezocht van, hey, we willen dit, iemand wil het in een museum neerzetten. Ja, dan, je ziet dan, vaker dat soort dingen. Ja. Precies, maar dan kun je het houden zoals het is. En dan heb je mensen die willen het dan licenseren voor bedrijven. Maar wat je dan krijgt, is dan het enige wat je zou moeten doen, is bijvoorbeeld de visuals aanpassen. Dus ja. Oké. Okay. Doet, is het ingewikkeld? Is dat heel duur? Om het neer te zetten? Nou ja, weet je, heb je dan 3 weken opbouwtijd nodig? Ja, nee, het is als je alle apparatuur hebt, dan is het zou het binnen een dag op te zetten zijn. Maar het vereist, omdat je een oppervlakte wil projecteren waar dat zo groot is, dus 4x4 of 8x8 meter, heb je 4 beamers nodig die vervolgens aan trussen op 5 meter hoogte moeten hangen. En dan heb je nog wel het probleem van wat wij hadden was, we gebruiken Kinects om mensen te trekken, dus van de Xbox. En nu werkt het, maar in het begin, zeg maar, de ontwikkelingsfase was het vooral het probleem, hoe krijgen we 4 Kinects op 1 PC aan het werk? En dat had dus ook nog nooit iemand gedaan. En uiteindelijk werkt het dan wel. Nou, knap. Complimenten. Ziet er mooi uit. Dank je.